donderdag vertrekt. En dan zelfs al naar Brazilië. 4-4-2 met Daley Blind die in linie is doorgeschoven naar het middenveld. Martins Indy links achterin. Hier is Van Persie en Hennessy met de eerste redding. Het dak is dicht dus in Amsterdam. Het regent buiten. 50.000 mensen binnen onder het dak. Dat zorgt voor een wat broeierige atmosfeer. Wat betreft is het misschien wel wennen ook. Misschien wel vergelijkbaar ook hoe de omstandigheden in Brazilië zullen zijn. Hier is Robben. Robben met de volgende mogelijkheid. Geen buitenspel. Tweede serieuze kans toch voor het Nederlands elftal. Daar Strootman. 25 interlands, 3 goals. Taylor. Goeie bal van Taylor. Church maakt tempo. Church, goede voorzet en bijna het eigen doelpunt van Martin Zindi. Maar je kunt ook zeggen, uitstekend verdedigd uiteindelijk in die situatie door de Feyenoorder. Wales speelt heel gegroepeerd. Het is zoeken. Het is wachten op het moment dat er misschien iets van ruimte ontstaat. Zoals hier. Robben is er dan door. Robben moet scoren en Robben gaat dat niet doen. Laat een grote kans opnieuw liggen. Dat overkwam hem ook al tegen Ghana. Ineens is daar de versnelling met de hoofdrol voor Sneijder. De kans voor Arjen Robben. Gaat Van Persie. Bal onderschept en opgepikt door Robben. Alleen Van Persie in het 16 meter gebied. Dribbel dus van Robben. En bijna in de korte hoek. Hennessy verrast als die bal van Robben van richting wordt veranderd. De twee die wat aangepast hebben getraind. Klaasie en de Guzman. Sneijder van Persie vertrekt. Geen buitenspel. Blind voor de goal. Robben voor de goal. Robin van Persie met de demarrage en het schot uit de lasterhoek. En nu zit hij er wel in van de voet van Arjen Robben. Dan is het 1-0 in de 32e minuut. Ja, daar was hij toch vrij nadrukkelijk naar op zoek. Maar nu dan uiteindelijk de rebound weet binnen te knallen naar de individuele actie van Robin van Persie. Eén keer lukt het slechts in de lange geschiedenis van het voetbal in Wales om zich te plaatsen voor een groot toernooi. Dat is heel lang geleden, 1958. Toen het WK in Brazilië. Hier is Jan Maat. Jan Maat goed teruggelegd zeg. Mooie aanval van het Nederlands elftal. Maar geen goal van Persie. Twee mannen staan klaar om een entree te maken in de tweede helft. Jermaine Lens en Jorginho Wijnaldum. Lens komt voor Van Persie. Wijnaldum vervangt Leroy Fer. Dat was hij voor de eerste keer. Easter. De eerste serieuze kans van Wales in deze wedstrijd. Hij zal ongetwijfeld niet tevreden zijn over wat hij ziet. Louis van Gaal, dat wil maar niet gaan swingen. Williams, George dus, de invaller. Dribbelt gemakkelijk Williams en wordt uiteindelijk pas gestuit als hij er 3 man voorbij is. Door Ron Vlaar. Sneijder. Goed geanticipeerd. En een goede paas ook. Prachtige bal voor de goal is Lens. Robben. Robben. Daar is Lens. En daar is het 2-0. Aan de basis staat Wesley Sneijder. Die leest eigenlijk waar die bal terecht gaat komen. En dan in één keer die bal naar voren gespeeld richting Robben. Terecht ook Sneijder betrokken in dit feestje. Lens mag hem dan binnenlopen. En zo is het. De 76e minuut. 2-0. Sneijder verlegt het spel weer. Goeie pas, Lens. Lens dan nog een keer. En bijna tikt Huntelaar die bal binnen. Bal die in een eerdere instantie over de achterlijn was gegaan. Excuses van Huntelaar.
Voor de zevende keer in de geschiedenis ontmoet het Nederland en Wales elkaar. En voor de zevende keer in de geschiedenis wint het Nederland zelf dan ook die onderlinge confrontatie. Maar zoals gezegd, de eerste echte test wacht op vrijdag 13 juni als Spanje in Brazilië de tegenstander is.